Goedemorgen. Het is weer tijd om video's op te nemen. We gaan een huishoudkanaal er tegenaan gooien. Omdat Rick natuurlijk op zichzelf moet. En eigenlijk nog niet heel veel huishouden kent. Dus we gaan een serie video's maken over het huishouden. En vandaag moeten we ook video's maken met vlechten. Want ik heb helemaal niks meer. En woensdag video's. Dus een videodag. Dus we vloggen gelijk maar. Ik ga nu eerst even de was doen. Want die blijft ook anders liggen. En dat is niet de bedoeling van het verhaal. Dus was je erin. En dan ga ik ontbijten. En dan ga ik beginnen aan de video voor het huis. Zo, mijn ontbijt. Yoghurt met fruit. Het is ongelooflijk pokkenweer buiten. Dus we hebben niet zo veel licht. Mama, ben je alweer aan het filmen? Ja, kind. En wat ben jij aan het doen? Met mijn kuppen en mijn vader. Je bent de volle mond aan het praten. Ik ben aan het doen met mijn kuppen en mijn vader. Ik zie het. Want ik krijg altijd heel erg jeuk. Heel erg jeuk zodra de camera. Kijk naar de camera. Moet hij altijd even zijn hand omhoog doen. Goed, ben je aan het winnen, Tess? Ja, maar ik had de rode joker. Papa heeft ze zo meteen ook al. Oké. Nou, veel plezier. Zo, we gaan beginnen weer met een huishoudvideo. Dus Rick heeft net de hond een badje gegeven. Kijk, daar is ze. Zodat ze lekker blijft liggen. En wij gaan nu aan de slag. Ik ga even Rick laten zien. Ja, Rick, wat ben je aan het doen? Ik ga ook beginnen met vloggen. Je gaat ook beginnen met vloggen? Ja, ik denk alleen maar wel, hè. Een lange arm heb jij? Ja, ik weet het. Dat is goed voor mijn vlogskills. Yay. Ja. Nou, we gaan nu in ieder geval even het gasfornuis afmaken daar. Dus we gaan even een andere video schieten. Zo, twee huishoudvideo's opgenomen met Rick. Dat was weer bijzonder, zullen we maar zeggen. En nu ga ik mijn Facebook bijwerken van Prinsessenhaartjes. Ik heb dan een oproep geplaatst. Wat voor haarstijlen willen jullie nu zien? En welke tips willen jullie? Eigenlijk vraag ik dat nooit, maar ik denk, nou weet je wat? Laat ik het ook eens doen. Misschien zitten er nog dingen tussen die gewoon leuk zijn om te doen. Heel veel vier strenge vlecht. Dus ik ga nu even vier strenge vlecht die ik al gemaakt heb met lint. En zonder lint erbij posten. En even kijken wat jullie daarvan gaan zeggen. Zo, Tess, wat ben jij aan het doen? Mijn moeder is haar aan het doen. Ja? Ja. We gaan zo een filmpje maken van jouw haar. Nee. Jawel, zo meteen. Nee. Waarom niet? Omdat ik dat niet wil. Oh. Dus dan hebben ze morgen geen video van jouw haar. Nee. Nou, lekker dan. Wat ben jij aan het maken? Ga ik niet vertellen, want dat is een verrassing. Oké, nou dan kan je straks een foto maken. Oké, doei. Ik ben lekker aan het eten. Oh ja, ik wil ook thee. Yay, lekker klimmen! Maar jullie zitten tegen het licht in dus. En je papa wil toch niet op film. Je hebt daar wat, hier zo. Ja. En hier ook zo. En daar. En hier nog wel. Oh. Zo, net even kijken. Twee zondagvideo's en een winactie opgenomen. Nu gaan we weer naar huis, rot weer, maar ook daar hebben we weer een hoop te doen. Nou, we zitten weer in de auto. Kun je die kant ook een beetje op, Josmine? Kunnen ze jou ook zien? Ja, daar is Josmine. Vandaag waren we niet heel gezellig, tenminste Rick en ik niet, want we hadden er niet heel veel zin in. Ja, ik ook niet. Nee, maar ja, soms moeten we gewoon even filmen en dan... Ik heb erg dorst, dus thuis drinken. Nou, gaan we gaan. Oké. Doei. En jij? Hela. Nou, jij bent ook niet heel vrolijk of zo. Nee, ik ben gewoon, ik ben een beetje stress van alle cijfers en zo. Want ik weet niet of ik overga of niet. Nee, dat is inderdaad dus, waar. Dus het is voor mij allemaal... spannend. Zonder dat ik het echt door heb, is het voor mij allemaal heel erg vermoeiend. Snap ik. En spannend ook. Ja, dat water. Vooral. Komt ie naar elkaar toe? Ja. I follow you, deep sing radio. I follow you, deep sing really. I follow you, deep sing Brady. Hey baby. Klaar? I follow you.
you deep sing, honey. Woehoe. I follow you. Hallo kind, wat kan ik voor je doen? Au. Ik heb een titterdingetje gemaakt. Een titterdingetje gemaakt, ja. Woehoe, cool. Nee, dan moet hij nog wat terugdraaien, maar het gaat om het idee dat je dit zo ziet. Een proceshaart en dan draait het dingetje ook nog weer mee terug. Gaaf. Zo, voor mij is het weer tijd om te gaan strijken. Jippie! Dus, gaan we weer spijkerbroeken pakken. En dan strijken. Leuk! Zo, mijn strijkmount Everest. Eén doos. En wat met spijkerbroeken en nog wat gewoon spul. En dan ben ik er nog niet. Dat heb ik hier ook nog. Dit allemaal dat gestreken moet worden. Wat een feest. Strijkbout staat op te warmen. Ik zou willen dat ik beter was in het verzorgen van mijn, hoe heet die dingen? Orchideeën. Waarschijnlijk heb ik hier een of ander... Ik ben dus niet zo goed in het verzorgen van planten. Laat staan orchideeën. Die bloemen vinden dat echt niet gaaf. Ik denk, ik zal het stof er eens een keertje afhalen. Zo worden ze meer gewaterstraald. Een raamvlak zei ik nat. Zoals ik al zei, ik ben er niet zo goed in, jongens. Ik denk dat ik maar eens een filmpje over het verzorgen van orchideeën moet gaan kijken. Want dit is natuurlijk helemaal niks. Zo, stapel 1 is af, de spijkerbroeken. Dus ik kan nu over naar de volgende stapel. Ik heb niet heel veel zin meer, moet ik zeggen. Nou, ik ga toch morgen maar verder met die strijkwerk. Want 1, ik heb geen zin meer. Maar 2, ik moet ook nog even een paar dingetjes op Facebook en Instagram en dat soort grappen doen. Dus dat ga ik nu even doen. Alten is aan het koken, daarna eten. Moet ik vanavond video nog doen van morgen. En dan zal het wel weer rond 9 uur zijn. Dus dan nog een uurtje op de bank en dan maar naar bed, denk ik. Zinloos jezelf treiter heet dat eigenlijk. Zit ik te kijken naar de sterren van prinsessenhaartjes op de Facebookpagina. En er staat er 4, dus 4,2. Is helemaal niks mis mee. Ik kan maar 5 sterren krijgen. Maar dan ga ik toch zitten kijken naar de 1 sterren. Wie heeft me dan 1 ster gegeven? En waarom? Of 2? Blijken dat dan concurrenten van mij te zijn. Dus op zich niks mis mee. Het kan best zijn dat je vindt dat ik gewoon waardeloos vlecht. Het is dan wel weer een soort van, hoe moet ik dat zeggen? Ja, ik vind het een soort vreemd. Dat als je ook vlecht of knipt of iets, dat ik dan 1 ster krijg. Slaat natuurlijk nergens op, moet me er ook niet druk over maken. Heeft het helemaal geen nut. Weet ik, desalniettemin, irriteert me dat mateloos. Maar goed, ik ga het niet terug doen. Ik ga niet zelf ook 1 ster geven, want ik vind het echt nergens op slaan. Zat er overigens eerst bij ons bij Workshop Vlechten. En hebben besloten hun heil ergens anders te zoeken. Dus in die zin moet ik er helemaal niet naar kijken. Maar soms voel ik me dan toch weer 15. En op school. Ja, en daar zat ik. Morgen. En dan wil ik eigenlijk toch gewoon heel kinderachtig ook 1 ster geven. Maar ja, goed, ga ik niet doen. Ga het niet doen. Oké. Roept u maar, het is even belangrijk nieuws. Laat maar zien. Mijn tand is eruit. Is je tand eruit? Kijk. Oh, die gaat weer staan, oké. Okay. Maar zo zie ik niks. Mag ik dichterbij? De eerste melktandje eruit. Wauw. Heb ik er? Ijo. Zo, dat is een groot gat. Heb ik zelf uitgetrokken. Deed pijn? Een beetje. Beetje? Ja, ik ga nu even in het water stoppen. Oké. Okay. Wil je meekijken? Nee hoor, dank je. Doei. Rick is in het livestreamen, dus ik kan beneden niks vertellen. We hebben net 2 video's geüpload en bewerkt. En Tessa die mag ook voetbal kijken. Hè, Tess? Ja. Ja, kijk. Heb je zin in? Ja. Moest jij niet slapen? Nee. Zou jij niet vanmiddag gaan slapen? Nee. Ja, we zien dat je tand is eruit. Ja. Ja. Lig je lekker, Elisje? Ja. Is dat de allerbeste plek? Ik denk het wel, hè? Ze zijn allemaal klaar om voetbal te kijken. Ebbes ligt lekker op de bank. Tessa ligt op de bank. Rick is aan het livestreamen. Dus we moeten nog heel even wachten. Het is nu 9:15. Dus we hebben nog 3 kwartier voordat het gaat beginnen. Maar ik kan nu wel spelers zien. In de church heb ik ze nog niet gezien. Daar komen ze. Ja, daar komen ze. Ja, daar komen ze. Ja! Het is inmiddels 1 uur. Nederland heeft net met strafschoppen gewonnen. Dus helemaal geweldig. Goed Nederland. Nu maar lekker naar bed. En morgen weer op. Ik zeg, vond je het leuke video?
duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. En tot de volgende keer. Doeg!